van de Nederlandse ambassade. We zullen blijven pleiten voor onderzoek en berechting van alle daders, van alle slachtoffers, van mensenrechten schendingen vanaf 25 februari 1980. De mannen die zijn omgekomen op 25 februari 1980. De burgers die zijn doodgeschoten omdat ze na de avondklok nog op straat waren. En dan bedoel ik niet de COVID-avondklok. Ik bedoel de avondklok die we na 25 februari 1980 kenden. Om voor ons zeer onduidelijke reden mocht de totale bevolking na 6 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens niet op straat zijn. We hadden huisarrest. Jonge soldaten, de dienstplicht bestond nog in die jaren, vielen regelmatig van trucks af. Of ze kregen een zonnesteek. Hebt u de laatste jaren gehoord dat dit nog steeds gebeurt? De 15 verzetshelden van 8 december 1982, al 40 jaar, worden deze 15 mannen jaarlijks herdacht. We hopen dat de zaak in hoger beroep begin volgend jaar door het Hof van Justitie wordt afgerond. We denken aan de 39 slachtoffers van Mooiwanna in 1986, waarbij ook zwangere vrouwen, kinderen en mannen zijn doodgeschoten. Er is een vonnis van de OAS. Waar blijft het onderzoek en de vervolging van die daders? De soldaten en burgers die tijdens de militaire dictatuur van de jaren 80 zijn omgekomen, tijdens die zinloze oorlog van 1987 tot 1992, wiens belangen werden toen verdedigd? Wie kent niet het verhaal van de moeder die haar kind in haar armen houdt en in veiligheid brengt? Om na de beschieting te ontdekken dat ze haar dode kind in haar armen hield. En dat is één van de vele voorbeelden uit die tijd. De agenten van Tamarejo, de mannen van Tjongalanga Passi, de lijfwachten van Brunswijk, die zijn medeleven nooit betoond heeft aan deze families. De omgekomen mannen van Apura en andere inheemsen en Marons. Mensen die verdwenen zijn en wiens lichamen nooit meer zijn gevonden. Wanneer gaat de overheid beginnen om een inventaris te maken van alle mensenrechten schendingen die ons in de recente geschiedenis van ons land hier hebben plaatsgevonden? Vanaf 1993 staat de OGV hier op deze plek en we pleiten elk jaar weer voor onderzoek en berechting van alle mensenrechten schendingen en onderzoek naar alle daders die zich aan deze mensenrechten schendingen hebben schuldig gemaakt. Regering Santokki Brunswijk, het is de hoogste tijd.